Oké, goedemorgen. Vanuit de Belgische Ardennen. Ik zie geen uurwerk, dus ik ga even een timer instellen. En voilà. Als het goed is, dan heeft hij een signaal. En ik hoop ook dat de batterij het uit. Dus als ik plotseling wegval, dan is de les gedaan. Oké, okay. Maar denk het wel. Denk wel dat het gelukt. Waarschijnlijk gaat iedereen mij ook goed kunnen horen. Ja, dat is in orde. Ja, voilà. Oké, we gaan eraan beginnen. Het is een nieuw thema, maar we gaan ons er nog niet heel veel van aantrekken. Het gaat over kracht in de benen en de knieën. En zo gaan die een beetje versterken, zodat we stabieler worden. En voilà. Maar we gaan ons eerst een beetje opwarmen. Ik zeker, want het is hier fris. Voilà. Dan gaan we op je matje staan. Ik heb hier nog geen mat, dus in het gras te doen. Ik heb de zon daar staan. De vogeltjes doen ook mee. Voilà. Je komt op je mat staan, je voeten iets breder dan je bekken. Je hielen een beetje naar buiten gedraaid. Je gewicht naar achter. Oké, en je begint je bekken te draaien. En je wervelkolom draait mee. Laat je adem actiever worden. En voel hoe je wervelkolom gewoon meer en meer in beweging komt. En laat je beweging stilvallen. En ga nog eens wat meer in je hielen staan. Plooi je knieën. Oké. En je houdt je knieën boven je enkels. Je voeten blijven helemaal plat staan. En je duwt je ganse voet naar buiten. En je hielen een klein beetje meer. En dan hou je de knieën in die richting. Je knieschijven kijken in dezelfde richting. Als je tenen. Oké. En dan ga je je handen op je schouders zetten. En je probeert je romp te draaien naar links en naar rechts. Maar je houdt je bekken en je knieën in dezelfde richting. Je gewicht blijft in de hielen. Maar je knieën en je benen zijn stabiel. Oké, okay. Dan kom je terug naar voren, draai cirkels met je armen. Grote cirkels met je ellebogen. En ook in de omgekeerde richting. En dan zwaai je de armen. Hou je gewicht in de hielen. Ik kan aan de camera zien dat het licht al verandert. Af en toe heeft hij daar moeite mee. De zon komt op. Een paar keer. Oké. Ontspan de armen, ontspan je benen. En kom je linkervoet naar voren staan, je rechterbeen naar achteren. We focussen ons. Zorg eerst goed voor dat je achterste been wat actief is, zodat die goed stevig staat. En dat betekent dat de buitenkant van je been actief is. En je belspier actief is. En dan focussen we ons op de voorste knie.
En die knie die opnieuw die knieschijf. De knieschijf kijkt in dezelfde richting als de tenen. En je heup hier, je bekken, die zit in dezelfde lijn hier. Dus je bekken komt niet naar buiten. Je kan er eens doen. Zo. En dan duw je je heup en je bekken naar de middenlijn. Maar je houdt je knie naar voren. Knieschijf kijkt in dezelfde richting als je voet. En je heft en spreidt je tenen, zodat je niet met je tenen knijpt. Dat is eigenlijk het belangrijkste, dat dat niet gebeurt. Je hoeft niet te diep te staan. Dat is de eerste les. Abdomen maak je lang. Borst ver weg van je bekken. En naast het heffen en spreiden van je tenen, kan je zelfs de bal van je voeten zetten. Knieschijf kijkt in dezelfde richting als de tenen. Voel hoe je knie aan het werk is. Je kan een beetje dieper buigen, maar niet je bekken naar buiten laten komen. Oké, dan strek je je been en we wisselen van kant. Eerst je achterste been goed activeren. De buitenzijde van je heup. De bijlspier actief, voorste knie plooien. Abdomen lang, borst weg van je bekken. Stel je wordt slank, gewoon omdat je je borst heft. Bekken blijft in het midden. Knieschijf kijkt in dezelfde richting als de tenen. Hef en spreid de tenen. En eventueel de bal van de voet heffen. Dan nog een beetje dieper komen. Hou je achterste been ook actief. Knie en de buitenzijde van je been is actief. Quadriceps is actief. Oh, en dan strek je voorste been en kom hieruit. Je voeten een beetje breder dan je bekken. Hef en spreid je tenen. Adem en je armen komen naar boven. Grote V. Verleng abdomen, borst ver weg van je bekken. Gewicht in de hielen. Even een spreidje tegen. En dan uithalen, maar kom naar beneden. Je komt in een squat. Oké. En nu is het heel belangrijk. Die knieën, knieschijven kijken in dezelfde richting als je tenen. Even een spreidje tegen. Breng je bekken verder naar achter. Reik met je bekken naar achter, zo ver als je kan. En om de scheenbeenspieren te activeren, je probeert je bekken zo laag mogelijk te houden, maar dat kan niet helemaal. Hè. Maar je heft de bal van de voet op. Een aantal keer naar elkaar. Vrij intens op de benen. Oké, en kom recht staan. En draai maar een keer cirkels met je bekken. Ook in de andere richting. Okay. Ja. Even de tijd om te voelen in je lijf. Oké. En dan komen we nog eens in deze positie. Een soort krijger.
Je kan je handen op je bekken houden als referentie. Achterste been goed strekken. Voorste been wat gebogen. Beide heupen actief. Oké, en dan gaan we nog eens die bal van de voet heffen. Dus je heft en spreidt tenen van je voorste voet. Misschien kan je dat hier niet zo goed zien. Momenteel kijk je knieschijf en je tenen in dezelfde richting. En dan ga je je onderbeen naar buiten draaien. En terug naar het midden. Naar buiten draaien en terug naar het midden. Terwijl je onderbeen naar buiten draait, ga je ook je kleine tenen een beetje heffen. Dat opent de binnenzijde van je knie. Doe dat een aantal keer. Moet je onderbeen naar buiten draaien. Een beetje een raar gevoel. Maar je kan, als je knie gebogen is, de knie roteren. Het onderbeen roteren in het kniegewricht. Oké, en dan kom je terug. Zet je voet plat en kom een beetje dieper in die houding. Dieper met je voorste been, achterste been goed strekken. En kom er dan uit. Strek je been en we wisselen om. Dus, als het niet zo duidelijk is, is het beeld, sorry, maar de achtergrond is anders. Het is geen witte muur. Je kan mij niet zo, misschien niet zo duidelijk zien, maar ik ga mijn hand eens op mijn knie houden hier. Dan kan je mijn knie goed zien. Bekken blijft in het midden. Achterste been goed strekken. Voorste been gebogen. En dan hef je de bal van de voet op en je draait. Ik draai mijn tenen naar buiten. En ze komen terug naar voren. Naar buiten. En terug naar voren. Naar buiten. En het moment dat ik naar buiten kom, ga ik zelfs mijn kleine tenen een beetje meer opheffen. Maar mijn knie blijft stabiel. En terug. Nog een keer. Naar buiten. En terug. Naar buiten. En terug. En dan een beetje dieper in de houding. Abdomen lang maken. Dus niet te veel naar voren leunen. Je gewicht over je twee benen verdelen. En strek dan je voorste been. En kom eruit. Je benen schudden. Oké. En dan, ik ben er nu niet op voorzien, maar we gaan toch proberen. Ga je zitten. Oké. Ja. Je neemt een blokje. Voilà. En je komt zitten op je blokje. Met je voeten of je benen in kleermaat gezet. Voilà. En hier proberen ze dus voor te zorgen dat je knieën op de grond zijn. En je duwt je knieën naar beneden en naar achter. Maak jezelf een beetje langer. En terug ontspannen. Nog een keer. Knieën naar beneden en naar achter. En terug ontspannen. Nog een keer. Knieën naar beneden en naar achter. En ontspannen. Dat de buitenkant van je been actief is. En dan linkerbeen gebogen. En dan zet je je rechterbeen naar voren. Je knie is een beetje gebogen. Je heft de voet op. Je knie neem die vast met beide handen. En draai je onderbeen naar buiten. En terwijl je dat doet. Je trekt je voet op. Je onderbeen draait naar buiten. Duw je ook met je rechterhand aan de buitenkant van je rechterbeen. Op die manier activeer je opnieuw de buitenkant van de scheenbeen. En de buitenzijde van je heup. En dan kan je toelaten dat je handse been draait en terugkeren. Been naar buiten draaien en terugkeren. Been naar buiten draaien en terugkeren. Naar buiten en terug. Naar buiten en terug. Naar buiten
En terug. Oké. We gaan die oefeningen nog wel herhalen, dus als het nog niet helemaal duidelijk is. Geen paniek. Wordt nog wel duidelijker. Nog een keer met ander been. Oké. Ander been. Je knie is gebogen. Je heft je voet op. De knie blijft stabiel, je kan die tegenhouden met twee handen. En je draait je onderbeen naar buiten. Je trekt je kleine teen meer op dan je grote teen. En dan terug ontspannen. Nog eens naar buiten draaien. Ontspannen. Naar buiten draaien. En je voelt die krachtontwikkeling in je scheenbeenspieren. De binnenkant van je knie draait een beetje open. Dan hou je je voet naar buiten. Onderbeen is naar buiten gedraaid. En je duwt je hele been naar buiten. En terug. Dan voel je dat niet alleen de buitenkant van je scheenbeen, maar ook de buitenkant van je heup. Oké. En dan stoppen we daarmee en dan kom je zitten in kleermaker zit. Maak je abdomen lang. Duw nog een keer je knieën opzij en naar beneden. Span dan, span je hele lichaam. Houd de natuurlijke kromming in je wervelkolom. Adem diep in je abdomen. Terwijl je dat doet, laat je de geluiden van de natuur binnendringen, om de geluiden bij jou thuis. Je hoort al die geluiden. En luister ook eens binnen in je lichaam. Ga dan met je aandacht naar de plaatsen in je lichaam waar dat het stil is. Je luistert naar die innerlijke stilte en tegelijkertijd probeer je te voelen naar het effect van de geluiden in de buitenwereld op je lichaam. Geluiden zijn niets anders dan trillingen. Die trillingen die kan je eigenlijk, als je sensitief genoeg bent, voelen aankomen in je lichaam. Als je die oefening doet in de natuur, is dat makkelijker, want die natuurgeluiden zijn duidelijker waarneembaar in ons systeem. Dus je focust je enerzijds op de stilte in je lijf, anderzijds op het effect van die geluiden in de buitenwereld op je lichaam.
Oké. Okay. En als je je hoofd, je gezicht een beetje naar beneden komen. Open je ogen voor een tiende. En zie je lichaam. En breng dan je handen voor je borstbeen. En namaste.